Een nieuwe generatie lampengattertjes maakt kennis met de tradities van carnaval. Op het Strijps Krijenfest. Voor de 39ste keer wordt dat georganiseerd. Op carnavalsmaandag op het Trudoplein in Strijp. En daar horen blaaskapellen bij natuurlijk. Maar ook vooral veel lol maken. En veel spelletjes doen. Wat vind jij het leukste aan carnaval? Het feest. Dit is mijn derde keer. En wat vind je dan zo leuk aan carnaval? Omdat je lekker lang mag feesten. Kinderen die moeten hier kennis maken met de traditie van het carnaval. Dat is het belangrijkste en dat hopen ze hier mee te kunnen geven in een hele leuke sfeer. Want waarom vind je het zo belangrijk dat kinderen kennis maken met de traditie van carnaval? Ja, het hoort bij Brabant en zeker deze regio. Kinderen horen te leren wat het inhoudt om carnaval te vieren en om gewoon plezier te hebben en lol te hebben en eens een keer gek te doen. Dat mag vooral, zeker weten. En natuurlijk brengt ook prins Rogerio een bezoek aan zijn jongste onderdanen. Al was de komst van de stadsprins voor de kleinste lampengatters niet het allerleukste dat ze deze middag meemaakten. Daarvoor was er simpelweg te veel te doen. Op dat stierwat beweegt. Stokken vangen. Op de stier. Daar, bij de stier. Sjoelen of ringen gooien. Of gewoon lekker een dansje met papa of mama. Voor de jongste generatie is deze carnaval in ieder geval geslaagd.